Even kijken. Ja, het is dus een nieuw virus. Een virus wat de mens nog nooit heeft gezien. En dat brengt ook gelijk het eerste probleem met zich mee. Dat we niet kunnen aannemen dat de populatie waar wij allemaal onderdeel van uitmaken beschermd is tegen dit virus. We zien dit virus voor het eerst. Het is een coronavirus. En coronavirussen die ontlenen hun naam aan mensen met wat fantasie. Want die vonden dit een beetje op een kroon lijken. Het uiterlijk van het virus bepaalt dus een beetje de naam. De naam van het virus, wetenschappelijk heet het SARS-CoV-2 virus, maar in de media zie je ook vaak 2019 nieuwe coronavirus staan. En die twee dingen worden door elkaar gebruikt. De ziekte die dat virus veroorzaakt, dat heet COVID-19. En dat is gewoon van coronavirusziekte ontstaan in 2019. Zo eenvoudig is het eigenlijk allemaal, als je die namen zo beschouwt. Coronavirussen zijn als zodanig niet nieuw voor mensen. Die komen best wel veel voor. Er zijn heel veel verschillende soorten van. En er zijn er nu in de afgelopen 20 jaar 3 geweest die tot grote epidemieën aanleiding hebben gegeven. En ik verklap het alvast, maar dit virus is wel de grootste van de 3. Het is begonnen in 2002 met het SARS-coronavirus. Ik zal er zo meteen iets meer van laten zien. En in 2012 hebben we ook nog het MERS-virus gehad. En dat is ook een coronavirus. Hoe zijn die epidemieën verlopen? Nou, de SARS-epidemie was een behoorlijke epidemie. In 2002 is dat virus voor het eerst bij mensen aangetoond. Dat was in november. Ook in China, in de provincie Guangdong. Dus iets ten zuiden van Wuhan, waar nu het nieuwe coronavirus vandaan is gekomen. Uiteindelijk is dit virus ook de hele wereld overgegaan naar 29 landen. Een grote uitbraak ook geweest in Toronto, in Canada, met enorme gevolgen voor die stad. Uiteindelijk zijn er circa 8000 mensen gediagnosticeerd. Waarschijnlijk zijn er veel meer mensen geïnfecteerd geraakt, maar we hebben er 8437 echt gediagnosticeerd als zodanig. En daarvan zijn 800 mensen overleden. En dat is dus, als je dat even snel uitrekent, ongeveer 10%. Overigens is deze epidemie aan Nederland voorbij gegaan. We hadden helaas in Nederland geen ziektegevallen. Voor een infectioloog helaas. Deze virusinfectie is ook weer verdwenen. In 2013 is die ook weer verdwenen bij de mens. Dan hebben we het MERS-virus. Ik verklap het alvast, maar daar hadden we ook 2 casus van in Den Haag. Niet in dit ziekenhuis. Het MERS-virus, dat was in 2012 ook een vrij grote epidemie van ongeveer 2500 mensen totaal. Waarvan er 800 zijn overleden. Dus dat had zelfs een sterfte van 30%. Dat begon in Saoedi-Arabië. En uiteindelijk in wat verschillende etappes is dat uiteindelijk een beetje uitgedoofd. Maar het komt dus nog steeds onder mensen voor en dat wordt nauwkeurig in de gaten gehouden. Met name in Saoedi-Arabië. Nou, nu hebben we het over het nieuwe virus, het nieuwe coronavirus. En ik heb hier een diaatje die geleidelijk aan laat zien hoe dat virus zich over de wereld verspreidt. We zitten nu op 25 januari en we krijgen ook heel februari er nog bij. U ziet hier dus de grote uitbraak in China. En geleidelijk aan door de globalisering, hè, door het reisgedrag van mensen, wat tegenwoordig natuurlijk veel meer is als in lang vervlogen tijden, zie je dat zo'n virus eigenlijk sneller de wereld overgaat dan is een pakje wat je bij een Chinese postorderbedrijf bestelt. En alle continenten eigenlijk gewoon in een maand tijd gewoon heeft gekoloniseerd. Wat opvalt is dat Afrika meevalt. De vraag is of we daar hele goede reële getallen over hebben, maar Zuid-Amerika lijkt tot op heden nog de dans redelijk te ontspringen. En dan gaat het natuurlijk weer opnieuw. Dit is informatie die al tamelijk gedateerd is, want dit heb ik vanmorgen om 8:50 van het internet afgehaald en dit wordt continu bijgehouden. De teller staat nu op ongeveer 91.000 mensen, waarvan er 3.000 zijn overleden over de hele wereld. En dat laat een sterftepercentage van tussen de 1 en de 3% zien. Waarschijnlijk is dat wel een overschatting, omdat er waarschijnlijk veel meer mensen ziek zijn geworden dan die 90.000. Maar die hebben we als zodanig niet gediagnosticeerd. De diagnostiek loopt altijd een beetje achter. Wat ik ook wil benadrukken bij dit plaatje, naast de 3.000 mensen die zijn overleden, dat er inmiddels ook bijna 50.000 mensen van deze virusinfectie weer genezen zijn. En dat zijn mensen die over het algemeen restloos herstellen. Dus we denken natuurlijk altijd aan die 3% die overlijdt, maar het feitelijke plaatje is veel minder ongunstig, veel gunstiger. De meeste mensen, verreweg de meeste mensen, die herstellen restloos. Nou, waar komt dat virus nou vandaan? Dat is natuurlijk altijd een vraag die we stellen als we zo'n nieuw virus zien. Ja, dit virus komt vandaan bij vleermuizen. Vele vleermuizen hebben die virussen bij zich. En uiteindelijk komen die virussen bij de mens terecht via nog een tussenstation.
En dat tussenstation dat lijkt voor MERS de dromedaris geweest te zijn. En voor het SARS-virus lijkt dat de civetkat. Helaas weten we voor het huidige coronavirus weten we dat tussen gastheer nog niet. Er worden meerdere dieren genoemd en dat is natuurlijk allemaal werk voor mensen om dat in het veld uit te gaan zoeken hoe dat precies is gegaan. Dat is dus vanuit dat dierlijke reservoir in Wuhan is dat dus uiteindelijk naar de mens gegaan. En daarna ging het natuurlijk los door mens-mensoverdracht. En dat is denk ik de reden waarom we hier vandaag zitten, want dat is natuurlijk een groot probleem. Die overdracht vindt bij het nieuwe coronavirus vooral via hoesten en niezen plaats. Voor andere coronavirussen kan dat ook via de ontlasting, maar dat is waarschijnlijk voor dit virus een niet zo relevante transmissieroute. We houden bij niezen en hoesten houden we altijd een afstand van 1,5 meter aan als zijnde een afstand die veilig is. Omdat die grote druppels dan in de tussentijd ofwel verdampen en het virus dus denatureert of op de grond vallen en dan dus ook niet meer infectieus zijn. Voorwerpen die in de omgeving zijn van een patiënt die de ziekte heeft en hoest en niest, die kunnen zich natuurlijk verspreiden via voorwerpen. En dat zijn met name de handen, vandaar dat we ook besloten hebben om dat voorlopig even niet meer te doen. Zakdoekjes zijn heel belangrijk. Telefoons, hè? We lopen de hele dag met onze telefoon in onze handen. Dat is natuurlijk ook een bron van eventuele besmetting naar andere mensen als je de ziekte hebt en andere voorwerpen in het algemeen. De ziekte is best lastig om goede informatie te krijgen over hoe nou precies dat ziekteverloop is. En er zijn wel wat publicaties, maar dat zijn over het algemeen publicaties van mensen die uiteindelijk in het ziekenhuis worden opgenomen. En dan lijkt het erop dat de incubatietijd, dus dat is de tijd die je erover doet nadat je het virus hebt binnengekregen om ziek te worden, dat die varieert van 2 tot 12, maximaal 14 dagen, met een gemiddelde van 7. En dan word je ziek en dat ziektebeloop is eigenlijk de eerste week heel erg mild. Mensen hebben wel koorts, het overgrote gedeelte, mensen hoesten en mensen hebben wat spierpijn. En de meeste mensen die tonen aan het einde van de eerste ziekteweek al de eerste termen van herstel. In de zin dat de temperatuur gaat normaliseren en dat ze zich alweer wat beter voelen. Met nodige restverschijnselen natuurlijk. Maar een deel van de mensen wordt na 7 dagen ineens veel zieker. En dan ontstaat eigenlijk voor het eerst de korte ademigheid bij ongeveer de helft van de mensen. En dat zijn ook de mensen die uiteindelijk naar het ziekenhuis komen waarschijnlijk om ondersteund te worden. En dit toont het nog even grafisch. Hè. Dus de eerste 7 dagen is er niet zoveel aan de hand. Brengen mensen in principe thuis door. En daarna kan bij de mensen die dat treft en die er echt ziek van worden, kan uiteindelijk kortademigheid ontstaan. Uiteindelijk dan binnen een dag ook ernstige ademnood. En die kan dan natuurlijk uiteindelijk aanleiding geven tot opname in het ziekenhuis ofwel de intensive care. Uiteindelijk is dit een serie van 41 patiënten die in de Lancet gepubliceerd zijn. En daarvan zijn uiteindelijk ook 6 mensen overleden. Logischerwijs is dat natuurlijk ook weer wat meer dan in de hele populatie. Omdat dit gaat over de mensen die een ernstig ziektebeloop hebben. Als we nog even naar de leeftijden kijken, is heel belangrijk voor dit virus. En dat geldt eigenlijk ook wel voor andere coronavirussen. Zijn eigenlijk jonge mensen relatief weinig vatbaar voor ernstige ziekten. We hebben dat vandaag ook weer gehoord in het nieuws. Een jongetje van 5 of een kind van 5, ik weet niet of een jongetje is. In Alphen aan de Rijn, als ik goed herinner. Die heeft het dus wel, maar die is er niet ernstig ziek van. Dus dat zien we eigenlijk voor de jonge mensen onder de 24. En naarmate dan mensen ouder worden, zijn mensen wat gevoeliger voor ernstige belopen. En dat zie je hier uitgedrukt. Dit zijn mensen waar ze dan uiteindelijk terechtkomen. En dan zie je dat met name de 65-plus populatie er ernstig ziek van kan zijn. Waarbij ongeveer de helft van de patiënten uiteindelijk op de intensive care wordt opgenomen. Wat kunnen we eraan doen? Nou, we hebben geen geneesmiddelen speciaal voor dit virus. Dat is natuurlijk ook niet verwonderlijk, want we hebben het virus pas net. Maar het lijkt erop dat oude geneesmiddelen die we voor andere virussen gebruiken en andere bacteriën, dat die wel enige effectiviteit hebben. En er is nu een werkgroep in Nederland aan de gang om te kijken hoe we deze middelen moeten gaan inzetten en voor wie. Omdat ook de beschikbaarheid van deze middelen snel terugloopt. Chloroquine is een oud malariamiddel. Lopinavir, ribavirine, dat zijn 2 antivirale middelen. Lopinavir wordt met name voor HIV gebruikt. En remdesivir, dat is een middel wat ontwikkeld is voor met name voor ebola en andere virale hemorragische koorts. Maar dat lijkt dus ook enige activiteit te hebben voor dit virus. We moeten het dus voorlopig nog hebben, vooral van ondersteunende behandeling, van goede zorg. Een vaccin is er nog niet. Dat was al wel in ontwikkeling voor andere coronavirussen. En de verwachting is dat het nog ongeveer een jaar duurt voordat we een vaccin hebben. En dus dat is heel lang.
zeker met zo'n epidemie zou je dat natuurlijk eerder willen hebben, maar dat gaat gewoon niet lukken, ondanks het feit dat Trump zegt dat dat wel zo is.